Hallo, mijn naam is Jennis en ik neem jullie komende weken door alle opdrachten die de Knipster 2017 moeten gaan doen. Vandaag is het modethema graphic art. Graphic art wordt vooral gezien door de abstracte, grafische en vooral strakke prints. Zwart-wit is hier een hele goede kleur bij, maar je kan het ook modisch combineren door het bijvoorbeeld met rood of oranje of denk aan helder blauw. Omdat er in dit thema veel stretchstoffen voorkomen, wordt er snel gedacht aan een jurk met een draperie-effect. Maar je kan hier natuurlijk ook je eigen draai aan geven. Denk bijvoorbeeld aan een leuk jasje met een rok. Of ja, als je echt durft, pak dan een broek. Ja, wat een mooie stof. Ja. Echt graphic art. Zwart-wit. Zwart-wit. Maar weet je wat ik nou altijd zo moeilijk vind bij zo'n rekbare stof? Hoe je dat mooi om kan zomen, ja, om die rek te behouden. Ja, dat is natuurlijk met een gewone machine, een enkele naald, is dat wat moeilijker. Ja. Want die stikt gewoon een rechte draad, trek je eraan, dan is die draad eruit. Maar daar zijn wel wat foefjes voor. Ik heb hier een tweelingnaald. Het is eigenlijk een soort voetje. En daar kan je naalden in zetten. Dus een dubbele naald zet je daarin. Ik heb hier gekozen voor stretchnaalden, zodat het ook nog wat extra stretch geeft. Je kan er ook gewone naalden in zetten, maar we hebben wel nu echt een hele strekbare stof. Dus heb ik gekozen voor stretchnaalden. En eigenlijk hoef je daar niks aan de instellingen te doen. De spoel doet eigenlijk het werk. Ja. Dus je zet dat erin. Je rijgt hem dubbel erin, dat is wel belangrijk. Dat je twee klossen inrijgt. En de rest is magic. Okay. En het rekt. En speelt je het dan eerst even om? Of ja, wat ik zelf altijd doe, ik strijk hem altijd eventjes. Dat je hier, dus je zegt bijvoorbeeld ik wil een zoom van 2 centimeter. Ja. Nou, dan speld je hem al af op 2 centimeter. En dan strijk je hem even dat hier een naadje in zit. En dan leg je hem onder het machine. Dus je ziet wel niet wat je doet. Dus dat is wel even belangrijk. Je moet wel zeker weten dat je genoeg ruimte hebt. Nou ja, wat ik dan ook altijd doe is dat ik zorg voor net iets meer stof. En dan knip ik hem daarna bij. Later dat is wel af. Iets meer werk, ja, maar dat is wel net iets mooier. Ja, oké. Laten we eens gaan kijken. Ja, je hebt hem gestreken. Ja, gestreken. Ik heb hem gestreken net. En dan speld ik hem altijd even gewoon voor iets meer stevigheid. Nou, dan gaan we beginnen. De magic is allemaal in het machine. En dan eigenlijk doet alles het vanzelf. Wel opletten dat je meegaat met stof. Dat je er niet aan trekt of niet te hard aan duwt. Want het is natuurlijk een rekbare stof en dat is altijd wel een beetje lastig. Al die dingen. Nou, dan heb je hem hier op het einde. Haal je hem omhoog. Nou kijk, daar is ook een handig trucje voor. Hier aan de zijkant zit een mes. Hoef je niet heel te knippen. Mm-hmm. Kijk, en dan heb je eigenlijk dit. Even mooi strijken. Oh, dat ziet er profi uit. Ja, hè? Dat ziet er wel uit zoals je het in de winkel ziet. Nou, hier aan de achterkant een zigzag. Ik haal de spelden eruit. En je knipt het nog even mooi bij. En je hebt een hele mooie afwerking voor zowel mouwen als mooi. De onderkant van een t-shirt of een jurk. En zo kan je eigenlijk alle tricot stoffen en nog steeds heel veel stretch op. Ja. Top! Ja. Zeker hè? Good job! Yep! Yep! Ben je ook zo benieuwd wat de knipserkandidaten met het thema hebben gedaan? Klik dan hier op de link. En vergeet niet op jouw foto.